Goedemiddag. Van harte welkom bij deze academische plechtigheid van de Universiteit Maastricht. Mijn naam is Jan Smit, decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid. En ik verwelkom graag van harte iedereen in deze mooie aula, maar ook iedereen die deze sessie bijwoont via het universitaire YouTube-kanaal. Wij kunnen u niet zien, maar we weten dat u met velen bent. Ook heel fijn om vele collega's van andere universiteiten in Nederland en daarbuiten hier vandaag aanwezig te hebben. Van harte welkom. In het bijzonder verwelkom ik professor Heringa. Aalt-Willem, Hetty, kinderen. Professor Heringa zal vandaag officieel afscheid nemen als hoogleraar vergelijkend staats- en bestuursrecht. En in de academische traditie is de manier om dat te doen het uitspreken van een afscheidsrede. In het geval van professor Heringa is dat na een carrière van bijna 35 jaar aan deze universiteit, waarvan 26 jaar als hoogleraar. En ik zeg u nu al, het vertrek van een beeldbepalende hoogleraar zoals Aalt-Willem is geen reden voor feest. Helemaal niet. En toch is dit een feestelijke bijeenkomst. Vandaag staan we stil bij de vele verdiensten van professor Heringa voor de ontwikkeling van onze faculteit en universiteit. Ik wil nu professor Heringa heel graag vragen om naar voren te komen voor het uitspreken van zijn rede. Beloftes aan je kleinkinderen moet je namen komen. Geachte prorector, geachte decaan, collega, familie en vrienden. Een gevleugelde zegswijze is dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En ja, zo zijn de 45 jaren van mijn werkende bestaan en 35 in Maastricht zomaar opeens voorbij. Het is tijd voor mijn andere hobby's. Ik heb nog geprobeerd het met een paar maanden te rekken. Dat is ook gelukt, maar nu is het echt voorbij. Corona was wel een soort blessing in disguise, want het thuiswerken de afgelopen 2 jaren leek een soort prepensioen. Maar het is tijd. De faculteit zette mij de afgelopen 2 jaren ook al 2 keer uit mijn kamer, dus dan is de boodschap wel duidelijk. Tijd om weg te gaan. En dat afscheid gaat vandaag gepaard met, zoals de decaan al zei, een afscheidsrede. Dat is een bijzonder fenomeen, maar ook wel een beetje een merkwaardig fenomeen. Want het zou niet best zijn als ik na die 45 jaren niet al gezegd of geschreven had wat ik te zeggen had. En creativiteit en originaliteit nemen ook al af op latere leeftijd. En herhalen, ja, dat kan natuurlijk altijd, maar daar bent u niet voor gekomen. En aan de nieuwe generatie vertellen wat die moet doen, dat is te veel ze voor de voeten lopen bij het uitdenken van hun plannen en hun onderzoek. Er is overigens wel genoeg te zeggen over mijn vakgebied van vooral het vergelijkende staatsrecht. Dat is vanmiddag al aan de orde gekomen bij een mooi seminar dat is georganiseerd ter mijne ere. En je hoeft er ook maar de kranten of de social media natuurlijk op na te slaan. En het constitutionele recht zie je volop om ons heen en ook her en der bedreigd. We zien het aan de grenzen van Europa, maar ook in ons eigen land op het punt van individuele vrijheid en vrijheden tijdens de coronacrisis. Punt van soevereiniteit van staten. Soevereiniteit van staten binnen de EU, werking van het parlement en het parlementair stelsel, de kwaliteit van de overheidsorganisatie en van kwaliteit van uitvoering van wetgeving, de rechtsstaat in algemene zin, legitimiteit van en vertrouwen in de overheid, we zagen dat bij de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en legitimiteit van en vooral ook vertrouwen in de overheid en de rol van rechters en de betrouwbaarheid van die overheid. En vooral wanneer de democratische liberale rechtsstaat een dierbaar bezit is, en dat is het wat mij betreft, dan moeten we die onderhouden en behouden en dus ook permanent op onze hoede zijn. Want vertrouwen in de overheid veronderstelt een vertrouwenwekkende en betrouwbare en natuurlijk ook presterende overheid. En vertrouwen in en kwaliteit van de overheid zijn beide gebaat bij inzicht en toezicht, controle en checks en balances. Samenspel en onderlinge kritiek
en binding van macht en bevoegdheden aan regels zijn cruciaal voor de bescherming van onze burgers, voor de kwaliteit van de overheid en voor vertrouwen in de overheid. En er zijn vele ontwikkelingen, en ik noemde er al een paar, die daarnaast gevaarzettend zijn. Klimaatverandering met de druk op samenlevingen, technologische innovaties, big tech, gewapende conflicten, bedreigingen in samenleving en de menselijke eigenschap om macht die iemand bezit uit te breiden en om dan tegenspraak te negeren en controle vervelend te vinden. En politici, dat is generaliserend, maar toch, politici lijden wel haast van nature onder deze eigenschap. Natuurlijk had ik nu kunnen gaan klagen dat times are changing en dat alles slechter wordt. Maar wees gerust, dat zal ik niet gaan doen. Wel wil ik over een thema uit mijn vakgebied een andere invalshoek aansnijden dan gebruikelijk is. Maar ook daarbij, juristen doen niet zoveel anders, een klein voorbehoud en preliminaire opmerking. Veel van het juristenwerk, veel van het werk dat we doen, is een reactie op problemen die zich voordeden. En in het constitutionele domein is veel van wat wij bedenken en voorstellen daarnaast ook nog eens voer voor politici. Want staatsrecht is ook politiek. De branche die ook door het recht geregeerd en aan banden gelegd moet worden, bepaalt zelf de regels. En ziet voor een deel ook toe op de naleving van die regels. Een veelgebruikte uitdrukking in de politiek is, maar dan gaat het meestal over anderen, dat de slager zijn eigen vlees keurt. Inderdaad. En vandaar mijn pleidooi vandaag om daarbij de rol van de rechter meer over het voetlicht te brengen, als externe controleur. Ik wil dat doen via de invalshoek van vertrouwen. En inderdaad is het thema van vertrouwen in de overheid een veelbesproken onderwerp. Maar voor vandaag zal ik betogen niet alleen dat het vertrouwen in de rechterlijke macht al jaren relatief hoog is, u hoeft er maar de statistieken op na te slaan, maar ook dat vertrouwen in de rechterlijke macht en in de rechter, gemakshalve, tot algemeen vertrouwen in ons representatieve parlementair stelsel bijdraagt en dat de rechter ook nog aan de representativiteit van het stelsel als geheel bijdraagt. Kortom, dat het wijs en wenselijk is dat de rechterlijke macht de instrumenten heeft en ook benut om de overheid en ook de wetgever ten volle te controleren. Daarmee laten we zien dat de rechtsstaat waarlijk iedereen begrenst, draagt de rechter bij aan de kwaliteit van wetgeving en bestuur en beschermt de burger daar waar nodig. En kan ook een stem geven aan diegenen die in de representatie zijn achtergebleven. En dan kan de rechter een beetje bij beetje, zaak voor zaak, wetgeving en bestuurlijke regels aanpassen aan de noden en vooral ook nieuwe omstandigheden en fundamentele rechtsbeginselen. Het is natuurlijk wel een beetje de omgekeerde volgorde. Ik heb u nu de conclusie in algemeen zin verklapt. Ik zal met de onderbouwing en toelichting daar hierna komen en dan de conclusie nog herhalen, uitbouwen en concretiseren met wat concrete voorstellen aan het eind van mijn verhaal. En wie nu aan het begin afhaakt, heeft dan in ieder geval wel de conclusie gehoord en de kernboodschap en kan als het tijd wordt voor de receptie nog net ook het staartje meekrijgen met concrete suggesties. Van deze reden is een veel uitgebreidere versie op schrift beschikbaar en die krijgt u na afloop. Die tekst is ook veel genuanceerder dan wat ik nu in deze korte tijdbestek door de tijd gedrongen natuurlijk ga doen. De tekst in de uitgegeven reden is in het Engels, zodat Nederlandstaligen en buitenlandstaligen beide bediend worden. En de gedrukte tekst heeft in ieder geval een mooie kaft, voor het geval u meer van plaatjes dan van praatjes houdt. Gebruikelijk wanneer in handboeken het parlementair stelsel wordt besproken en beschreven, beginnen we in ieder geval in de Nederlandse handboeken in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan hebben we het over parlementaire rechten en de vertrouwensregel, het verschil tussen motie van afkeuring en wantrouwen, het kiesstelsel en de consequenties voor de samenstelling van het parlement, parlementaire ondersteuning, monisme en dualisme, evenredige vertegenwoordiging en nog zo wat thema's. Prominent afwezige in dat debat is de rechterlijke macht. En ik denk dat we in het onderwijs en onderzoek en in ons nadenken over de parlementaire democratie de rol van de rechter daarin te zeer verwaarlozen en dat geheel ten onrechte. En ik wil u vandaag kort meenemen naar het wat, waarom en hoe. Op zichzelf is een staatsrechtelijke rol van de rechter helemaal niets nieuws. Al helemaal niet als we die naast de wetgevende macht en de uitvoerende macht bezien als derde staatsmacht. Inderdaad, de trias politica van Montesquieu. Waarbij de rechter wetten interpreteert en indien nodig, en dat is toch heel vaak zo, bij de tijd houdt en onwenselijkheden weginterpreteert of lacunes in wetgeving opvult. Of soms,
op bepaalde terreinen met de zegen van de wetgever vaak ook regels maakt wanneer diezelfde wetgever daar niet aan toe is gekomen of niet kon of wilde komen. Voorbeelden te over. Ik noem er één bij intimie in het staatsrecht een heel bekend voorbeeld, het stakingsrecht. Anders dan vele landen kennen we in Nederland geen stakingswet. Vanuit Europa is er ooit een richtlijn ontwikkeld over stakingsrecht, maar die heeft het niet gehaald. Maar is er in Nederland sprake van een in de rechtspraak ontwikkeld stakingsrecht? Kennelijk tot tevredenheid van de wetgever, want die heeft er geen reden in gezien om een nadere regeling zelf te maken. En naast dit voorbeeld zijn er vele andere uit de diverse rechtsgebieden. Daarnaast mag de rechter al 3/4 eeuw wetten toetsen aan verdragen en dan in de praktijk vooral aan mensenrechtenverdragen. En met toetsen bedoelen we dan dat de rechter een wet van Staten-Generaal en regering beoordeelt en ook buiten toepassing mag laten. Zeg maar even negeren. Als die toepassing niet conform de in verdragen neergelegde vrijheidsrechten is. Los daarvan en daarnaast mag die rechter natuurlijk ook een wet die niet conform oogt met zo'n verdragsbepaling zo interpreteren dat er geen strijd meer is. We noemen dat dan verdragsconforme interpretatie. En die werkwijze wordt ook wel ingegeven door de gedachte dat je toch ervan uit moet gaan, misschien ten onrechte, maar je moet het in ieder geval als uitgangspunt hebben, dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om in strijd te handelen met een door diezelfde wetgever aangegane verdragsverplichting. Komt dat buiten toepassing laten wegens strijd met verdragen nu veel voor? Nee. In een door ons in Maastricht gedaan onderzoek telden we zo'n dozijn uitspraken. En kort geleden is er nog één bijgekomen. Niet veel, maar wel belangrijk, omdat daarvan natuurlijk ook steeds weer een preventief effect uitgaat. En dat aantal had hoger kunnen zijn als de rechter niet ook verdragsconform interpreteert in andere zaken. Dus een wet zo uitlegt dat die conform het verdrag moet worden toegepast. Of dat de rechter soms ook de wetgever waarschuwt en aangeeft aan de laatste dat het toch wel tijd is dat die wet wordt aangepast omdat er strijdigheid met een verdragsbepaling is. En dat gebeurt bijvoorbeeld als de wetgever al met herziening van die wet bezig is of als een ingrijpen door de rechter grote gevolgen zou kunnen hebben. Die ook voor een rechter misschien niet geheel overzienbaar zijn. Bijvoorbeeld bij fiscale wetgeving met gevolgen voor de schatkist. Of als het maken van een wel verdragsconforme wet vele ingewikkelde keuzes en nadere regelingen met zich brengt. En dat is dan een mooi samenspel, zou je kunnen zeggen, een voorbeeld van samenspel van rechter en wetgever. Totdat natuurlijk de wetgever zo'n waarschuwing van de rechter negeert. Daar lezen we nu over in de pers. Naar aanleiding van de kerst 2021 uitspraak van 24 december van de Hoge Raad over box 3. En u heeft dat misschien al op uw aangifteformulier gezien dat daar zo'n kleine waarschuwing staat op dat punt. Als u tenminste iets met box 3 heeft in te vullen op dat formulier natuurlijk. Of al aangifte of heeft gedaan. Dat is een vergaande uitspraak met grote consequenties, waarbij de Hoge Raad de bestaande regeling in strijd verklaarde met de gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht. Maar is ingegeven omdat de rechter, de Hoge Raad, in dit geval enkele jaren geleden al had aangegeven dat de wettelijke regeling van fictief rendement niet altijd, of vaak niet, conform het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht was. Kennelijk is die eerdere uitspraak van zo'n half decennium geleden door de wetgever genegeerd. En het laatste, meest recente regeerakkoord dat eind 2021 is afgerond en leidde tot het nieuwe kabinet in begin 2022, daar staat op dit punt te lezen dat het de oplossing van dat box 3 probleem nog wel enkele jaren kon duren en wel zeker tot 2025. De wetgever heeft zacht gezegd dus zitten slapen als we niet aannemen dat de rechtelijke waarschuwing bewust in de wind is geslagen. En heeft de belangen van de groep mensen die het aangaat niet behartigd en hun geen recht gedaan in hun individuele recht op gelijkheid en eigendomsrecht. Dat ingrijpen door de rechter draagt, is mijn opvatting, bij aan het vertrouwen in een democratisch parlementair stelsel. Ook omdat bij vertrouwen hoort dat zichtbaar is dat ook de overheid aan het recht is gebonden en dat het ook geldt voor de wetgever. En dat onrechtmatig nalaten, ook van de wetgever, kan worden gecorrigeerd. Bij vertrouwen in de overheid als geheel hoort het perspectief dat die overheid ook kenbaar aan het recht is gebonden, als ook dat belangen van individuen en kleinere groepen worden gehoord. Laat ik u een buitenlands voorbeeld geven. Ten slotte deed ik aan vergelijkend staatsrecht, zoals de prorector al zei. Afgelopen jaar oordeelde het Duitse constitutionele hof
over de door de vorige Duitse coalitie in destijds gemaakte klimaatwet. En het Hof oordeelde dat die klimaatwet de lasten te zeer naar de volgende generaties doorschoof door ingrijpende beperking van CO2-emissies uit te stellen en daarmee een excessieve last te leggen juist op die komende generaties. Het Hof vond dat uitstel mede ook ongepast, omdat die komende generaties nu niet in het parlement zijn vertegenwoordigd. Maar als gezegd wel de lasten en de nadelige consequenties van te traag beleid en te slap beleid op hun bord krijgen. Doordat zij zelf tot grote CO2-beperking emissies moeten overgaan, dan wel de klimaatconsequenties op hun bord krijgen. Wie trouwens had verwacht dat over die uitspraak van het Duitse Hof net zoveel rumoer zou ontstaan in de politiek als bij ons over de agenda-uitspraken, kwam bedrogen uit. Het leek wel of de coalitiepartners blij waren met deze uitspraak, die ze over politieke meningsverschillen en onzekerheid en de lopende verkiezingscampagne destijds heen hielp. Want ze gingen voortvarend aan de slag en maakten een nieuwe en verdergaandere versie van de klimaatregels. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar is dat niet riskant? Is het niet immers altijd zo dat wetgeving effect heeft voor de toekomst? En dat daarin dan altijd wel een reden gevonden kan worden voor een rechter om in te grijpen? Dat eerste is natuurlijk zo, maar de conclusie daaruit klopt niet. Het ging niet zomaar om een wet, maar om een regel met vergaande en onomkeerbare gevolgen voor fundamentele en existentiële rechten. En de onomkeerbare consequenties en de draconische consequenties zien op meerdere aankomende generaties, aan wie we wel de lasten opleggen, terwijl we tegelijkertijd zelf nu de lasten dragen van te geringe ingrepen. De Hoge Raad en het Hof en de rechtbank noemden dit argument niet van komende generaties in de agenda-uitspraken, maar ik sluit niet uit dat daarin dat argument wel een achtergrond lag voor waar rechtbank, Hof en Hoge Raad mee kwamen toen ze de Nederlandse staat een reductie van 25% oplegden. Uit een wat verder verleden is ook de jaren 50 rechtspraak van de vorige eeuw, dus zo'n 70 jaar geleden, van het Supreme Court uit de Verenigde Staten als voorbeeld te geven. Dat destijds eindelijk op onderscheid op grond van ras, de befaamde of infame segregatie, ongrondwettig oordeelde. En daarmee aan de wieg stond van latere wetgeving op het stuk van burgerrechten en het bestrijden van ongelijke behandeling. Dat was een ingreep ten faveur van burgers met een hoge mate van ondervertegenwoordiging in het politieke proces. Waarmee de rechter in feite ook bijdroeg aan de kwaliteit van het politieke proces daarna. Zonder dat het inmiddels perfect is geworden natuurlijk. Dit zijn geen zaken van alle dag, maar laten we vooral hopen de uitzonderingen en daarmee de noodzakelijke correcties van een representatief model. Maar in kleinere kwesties kunnen zich dat soort zaken ook wel voordoen als het gaat om andere groepen die niet gerepresenteerd zijn in het parlement. En daar kun je voorzichtig wel denken aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Terecht ook greep de rechter, de Raad van State in dit geval, alweer enkele jaren geleden in toen de toenmalige minister van Economische Zaken, Kamp, de gaswinning in Groningen wilde uitbreiden door daar weer een vergunning voor af te geven. En de vraag van de rechter was toen aan de minister, kunt u nou eens motiveren hoe die extra gaswinning en de noodzaak daarvoor zich verhoudt tot het inmiddels toch bekende gevaar voor mens en woningen daar, fundamentele rechten voor de betrokkenen. En daarna, eigenlijk pas daarna, kwam in het parlement de discussie goed op gang en in de politiek op het punt van de gaswinning en de terugdringing daarvan. Die rechter doet het natuurlijk ook niet altijd goed. Vanmiddag hebben we ook al dat voorbeeld gezien in het seminar dat was georganiseerd, namelijk de kinderopvangtoeslagaffaire, waar de bestuursrechters aanvankelijk meer oog hadden voor de redelijk strikte tekst van de wet en wel erg weinig voor de onevenredige hardheid of wat weinig de overheid controleerde en bevroegen op de consequenties van het betrekkelijk strikte beleid. En uit recente evaluaties door die rechters van hun eigen rol, dus de bestuursrechters in de rechtbank en de afdeling bestuursrechtspraak, blijkt dat er toegewerkt gaat worden aan een actievere rol, aan een kritischere controle en een veel preciezere toets aan dat beroemde evenredigheidsbeginsel. Ook daar waar fundamentele rechten en belangen in het geding zijn, zoals het recht op woning of het recht op leven, zoals in de Groningse context, of ten aanzien van de onmenselijke situaties waar sommige kinderopvangtoeslagslachtoffers in terecht waren gekomen of zitten.
Hoe meer impact een overheidsbesluit op het menselijk leven heeft, des te stringenter de toets die een rechter, en dus eigenlijk als sequeer ook het bestuursorgaan al daarvoor, moet aanleggen. En dat is een benadering die we wel kennen uit de gelijkheidsrechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar het proefschrift van Janneke Gerards lang geleden over ging. En ook uit de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court. Meer en ingrijpender rechterlijke controle als fundamentele belangen en fundamentele rechten in het geding zijn. Dat noemen we in navolging van de Amerikanen wel strict scrutiny. En dan kijk je niet of het besluit niet apert onredelijk was, of het wel een beetje kon, of wel er netjes over had nagedacht. Maar dan is de vraag, wordt dit besluit, wordt deze regel wel gedragen door dwingende redenen om te doen wat je doet, ondanks de consequenties? Een andere ratio voor de verzoek om rechtelijk ingrijpen en strenge rechtelijke ingrijpen op dit punt van wetgeving en bestuur wat mij betreft, ziet en is gelegen in de ontwikkeling en vooral de groei ook in de staatsmacht van de laatste decennia. En de macht van de uitvoerende macht, zeg maar even gemakshalve de regering en andere uitvoeringsinstanties. Het aanvankelijke idee van Montesquieu van scheiding van machten was dat de wetgever de regels maakte en daarmee de normen stelde en dat de uitvoerende macht dan deze regels keurig uitvoerde en toepaste. In die volgorde zat ook een zekere onafhankelijkheid, maar het was deze volgorde. Eerst de wetgever en daarna het bestuur die uitvoert. Maar de vraag is of die veronderstelde onafhankelijkheid en die volgordelijkheid tussen beide machten er nog wel bestaat. En ik denk dat die in het huidige parlementaire stelsel eigenlijk is omgekeerd. Niet alleen is de uitvoerende macht door de groei in overheidsbevoegdheden en terreinen van activiteit niet alleen veel, veel groter geworden de laatste decennia, maar ook volgt de uitvoerende macht in mindere mate de wetgever. Maar vraagt de uitvoerende macht juist de wetgever om wetgeving te maken die nuttig en wenselijk en doelmatig is voor het beleid dat de regering zich voor ogen had gesteld. En dan moet de wetgever daarvoor de nodige instrumenten verschaffen. Dus de uitvoerende macht maakt het beleid en de wetgever moet soms een wet maken om dat beleid te kunnen uitvoeren. En die wetgever zal dat eigenlijk grosso modo doen. Want via meerderheidscoalities en akkoorden is de meerderheid in het parlement eraan gecommitteerd om te doen wat door de regering gevraagd wordt. En dat monisme heeft, dat was ook een van de onderwerpen van de beroemde discussie over de bestuurlijke cultuur, de bestuurscultuur. Maar dat monisme heeft natuurlijk een impact op de diepgang van de kwaliteitscontrole op die plannen. En noodzaakt daarmee controle door derden. Zowel a priori, dus van tevoren, en die is er her en der wel ingebouwd, onder andere door advies van de Raad van State, maar ook achteraf. En dan door de derde poot van de trias politica, de rechter. Want waarom ook achteraf? Wel, juristen, het zal je misschien verbazen, zijn net mensen. En net als mensen kunnen juristen wel denken dat ze van tevoren alle toekomstige kwesties en problemen kunnen voorzien en overzien, maar het is helaas niet zo. Achteraf blijkt dat de werkelijkheid altijd gecompliceerder en veranderlijker is en onverwachter. En voor de balans in de rechtsstaat en onze democratie is die waarborg cruciaal en meer dan ooit noodzakelijk. Zelfs, of juist, ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging doet daar niets aan toe of af. En behoeft een stringente controle niet alleen op bestuurshandelen, maar ook op wetgeving. Juist in ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging, want daar zien we veelal en nog steeds relatief dichtgetimmerde coalitieakkoorden en de daaraan verbonden noodzaak voor coalitiepartijen om zich daaraan te conformeren, no matter what. Want als jij je eraan onttrekt, dan kan een andere coalitiepartij dat ook doen. En het doel van het akkoord is nou net om overeenstemming te hebben over wat er gebeurt. We zien ook wel in de praktijk van sommige landen dat de rechters er juist op toezien dat het parlement in zijn rechten van controle en wetgeving wordt beschermd. Tegen een regering die al te gemakkelijk die parlementaire rechten negeert. Dat komt, althans de eerste voorbeelden die ik wil noemen, zijn wat oudere Nederlandse voorbeelden. En dan, ik deed tenslotte aan vergelijkend staatsrecht, geef ik u een paar buitenlandse. Het eerste voorbeeld, en dat is eigenlijk een voorbeeld dat we vaak in een andere context aan studenten leren, maar het eerste voorbeeld is het 19e eeuwse Merenberg-arrest, waarin de Hoge Raad de besluitende regering van Willem III, die regeerde met koninklijke decreten, aan banden legde ten faveure van de wetgever. En zei nee, de wetgever moet het voortouw hebben. Een uitspraak die kort daarna in de grondwet werd neergelegd. Misschien niet naar de letter, maar dan toch in ieder geval naar de strekking.
En in de vorige eeuw tikte de Hoge Raad de uitvoerende macht op de vingers, omdat de Hoge Raad vond dat de uitvoerende macht ten onrechte de eis van fluoridering van het drinkwater in een eigen regeling had neergelegd, waar de rechter zo'n ingrijp voorbehouden achtte aan de wetgever, vanwege de ingrijpendheid daarvan en de relatie tot het belang van onschendbaarheid van het menselijk lichaam. Kortom, geen stoffen verplicht toe te voegen aan het menselijk lichaam via drinkwater, anders dan nadat het parlement daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Buitenlandse voorbeelden zijn er ook. Weer een voorbeeld uit Duitsland. Daar zorgde de Duitse constitutionele rechter wederom ervoor dat het Duitse parlement betrokken moet worden en ook moet instemmen alvorens Duitsland als staat mag instemmen met financiële steun aan lidstaten, aan Europese lidstaten, uit het mede door Duitsland gevulde European Stability Mechanism, het ESM. Deze eis van parlementaire betrokkenheid had het parlement niet zelf bedacht, want dat steunde de regering en de regering Merkel die vond dat ESM een goed idee en legde dat verdrag ter goedkeuring voor het Duitse parlement. En het Duitse parlement ging daar uiteraard mee akkoord. En daarna zei het constitutionele hof, ho eens even, daarmee zijn parlementaire rechten ten onrechte te zeer beperkt. Wij verplichten je om voorafgaande toestemming te geven alvorens financiële steun wordt gegeven. Het Nederlands parlement werd niet gesteund door een rechtelijke uitspraak op dat punt en kwam niet verder dan een afspraak met de regering dat bij voorgenomen ESM-steun de Kamer wordt geïnformeerd. En dat is meestal een dag van tevoren, dus dan kunt u zich voorstellen wat er gebeurt. Ook in het Verenigd Koninkrijk, toch algemeen beschouwd als de moeder van alle parlementaire stelsels, heeft de rechter de afgelopen jaren een paar keer ingegrepen om het parlement zeggenschap te geven. Het eerste voorbeeld ging over de Brexit. De regering Johnson was aanvankelijk van plan om de Brexit bij regeringsbesluit te effectueren. En dat vonden het High Court als het Supreme Court in strijd met de notie van parlementaire suprematie of parliamentary sovereignty. En beide rechters bepaalden, Supreme Court in hoger beroep, dat de wetgever dat kon doen, de Brexit kon realiseren en dat moest doen door middel van een wet, een Act of Parliament. En nog recenter bepaalde het Supreme Court dat het niet aanging dat dezelfde regering, Johnson, het House of Commons op reces wilde sturen. Zogenaamd opdat de regering tijd had om de Queen's Speech voor te bereiden, de Engelse variant van de troonrede. Maar met als effect dat het House of Commons, de Engelse Tweede Kamer, nog maar een paar dagen tijd had om zich te buigen over de zeer omvangrijke en gedetailleerde Brexit-afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Terzijde, het valt wel vaker op dat in meerderheidsstelsel, waar één partij na verkiezingen de meerderheid heeft, de regering acties onderneemt om parlementaire betrokkenheid en transparantie terzijde te schuiven. Ik las in de pers dat begin van dit jaar in het Verenigd Koninkrijk plannen worden bekendgemaakt dat alle EU-regels die bij de Brexit tot Brits recht zijn verheven en dus in het Brits recht als Britse regels nu gelding hebben, omdat je niet in één keer die klapregels allemaal kan veranderen, dat het plan is om die te gaan veranderen door middel van regeringsbesluiten. Dus dat de regering beslist of die regels worden afgeschaft of veranderd. Dat is natuurlijk drastisch en draconisch. Zonder het Verenigd Koninkrijk meteen op één lijn te zetten met Polen en Hongarije, de risico's van eenpartijenregeringen zijn in dat verband wel groot, vooral als grondwettelijke waarborgen ontbreken of niet sterk genoeg zijn. Vertrouwen in de overheid, in de politieke organen en in de rechterlijke macht zijn natuurlijk redelijk cruciaal. De rol van de rechterlijke macht wordt daarbij in Nederland onderschat en door politieke organen, de politiek zeggen we dan maar gemakshalve, worden die oordelen wel eens weggezet als een politieke uitspraak. Of het dan gaat over het terughalen van IS-weduwen of Urgenda-uitspraken of andere, dat zouden dan uitspraken zijn die te politiek zijn of politiek of gevaarlijk en verkeerd. En dat verwijt komt met name als de rechter een politiek handelen of een politiek nalaten of een politiek optreden als onrechtmatig beoordeelt. Maar dan zou de discussie eigenlijk moeten zijn niet van is dat nou een politieke uitspraak, maar is die uitspraak goed gemotiveerd, is die juist, is die correct, is er inderdaad in strijd gehandeld met hogere rechtsnormen en niet of die uitspraak politieke consequenties heeft.
Ten slotte moet ook de politiek, wetgever en bestuur binnen de regels van het recht kleuren. En daar hoort mijn perspectief de rechter op toe te zien en in te grijpen als dat nodig is. En daaraan ontleent de rechterlijke macht immers wat mij betreft haar vertrouwen. En dat draagt ook bij aan het vertrouwen in de overheid en het parlementair stelsel. En bij dit soort rechtelijke bemoeienis met wetgeven of bestuurlijke producten heeft een rechter, vooral ook in de ogen van het publiek, vele voordelen. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid, het feit dat naar argumenten wordt geluisterd, dat argumenten worden gewisseld, dat ze worden gewikt en gewogen, dat beide partijen het woord kunnen doen, dat de rechter niet zelf een belang heeft bij de uitspraak van de zaak, dat ingewikkelde materie zaak voor zaak, stapje voor stapje, beetje bij beetje kan worden bezien en beoordeeld. En het feit dat in meerdere instanties naar zaken kan worden gekeken en eerdere rechtelijke uitspraken kunnen worden vernietigd of in stand kunnen worden gelaten. En het is een versimpeling, en dat kwam vanmiddag ook al aan de orde, dat er dan over die rechterlijke macht door sommige politici gezegd wordt dat we op weg zijn naar een richterstaat of een, in het Engels, juristocracy. Of dat rechters, Reinhard de Winter haalde dat aan, rechters niet op de stoel van de wetgever mogen gaan zitten en zich vooral niet met politiek mogen bemoeien. Maar ja, wat is dat laatste? Het beoordelen of rechtelijk of wetgevend of bestuurlijk optreden in strijd is met hogere normen. Is dat een politieke uitspraak of is dat iets wat juristen en rechters juist behoren te doen? Maar in de Nederlandse context speelt in dat verband wel een probleem. En dat probleem is dat wij een artikel 120 grondwet hebben dat in de oude versie luidde dat wetgeving onschendbaar was en dat in de nieuwe versie luidt dat rechters wetgeving niet op hun grondwettigheid mogen beoordelen. Terwijl het merkwaardige is dat er zoveel andere voorbeelden zijn waar de rechter met wetgeving aan de slag gaat en door middel van interpretatie verfijnt en aanpast en lacunes oplost en heikele materie beslecht en soms zelfs wetgeving geleidelijk aan in rechtspraak creëert, als het ware, met oog voor de belangen van partijen. En dan is het merkwaardig en een rare anomalie om dan de rechter die toetsing aan de grondwet te onthouden. Er wordt wel eens in het debat aangevoerd dat rechtelijke bemoeienis met politieke besluiten, respectievelijk wetgeving, alleen zou kunnen worden toegestaan ten einde het politieke proces open te houden. Dus alleen maar dat mag doen wat nodig is om het politieke proces open te houden en te waarborgen op het stuk van vrije verkiezingen, vrije meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering. En dat rechters zich vooral niet zouden moeten mengen in inhoudelijke kwesties over CO2-uitstoot of gaswinning of box 3-belasting en soortgelijke kwesties. Daar viel mogelijk iets voor te zeggen in tijden toen de staten minder omvangrijk waren qua ingrijpingsmacht. Er sprake was van minder vergaand en omvangrijk overheidsingrijpen. Of er minder sprake was van een verwevenheid tussen uitvoerende macht en parlement. En er ook meer sprake was van feitelijke controle en ingrijpen door parlementen. Maar in de huidige omstandigheden van verwevenheid tussen parlement en regering heeft die roep om afstand voor de rechter, denk ik, aan overtuigingskracht verloren. Er is ampel reden, dus alle reden, om barrières aan rechtelijk ingrijpen zoals artikel 120 grondwet op te ruimen. Er zijn vele redenen die maken dat rechtelijk ingrijpen mede dient om de fundamentele belangen van burgers te dienen en ze ook de representatie te versterken en bij te dragen aan democratie en rechtsstaat. En dat laatste in het perspectief dat rule of law ook betekent dat de wetgever, het bestuur en de overheid zelf aan het recht gebonden zijn en daaraan dus ook gehouden moeten kunnen worden. Meer bevoegdheden en een grote en ook als zodanig erkende rol van de rechtelijke macht leidt vooral tot het risico, kan leiden tot het risico dat de rechterlijke macht gaat worden ingepakt door of gepolitiseerd worden door een politieke meerderheid die haar programma ziet dwarsboomd. En dat zijn natuurlijk de ontwikkelingen die we in Polen en Hongarije zien. Ik ben zelf geen aanhanger van de theorie dat de rechterlijke macht in westerse democratieën zich te zeer gaat mengen in politieke kwesties of continu en willekeurig de wetgever voor de voeten loopt. Maar wat wel een reële risico is waar we over moeten piekeren, is dat vanuit de politiek met een beroep op de meerderheidswil in het parlement of na verkiezingen geclaimd wordt dat de rechterlijke macht zich dient te onthouden van diezelfde meerderheid onwelgevallige standpunten. En tevens zouden we iets moeten verzinnen op het gevaar dat de politiek wil meeliften op percepties van vertrouwen van burgers over de rechterlijke macht. En daarmee
de rechterlijke macht probeert in de invloedssfeer van die meerderheid te brengen door middel van benoemingen en om al dus af te zijn van een lastige horzel en te kunnen meeliften op de regering gunstige rechterlijke oordelen. Dat risico bestaat ook bij constitutionele hoven. Dat zien we in Polen en Hongarije. Maar onze oosterburen, de Duitsers, laten wel zien dat een goed geregelde benoemingsprocedure kan worden ingericht om dat soort gevaren te bezweren. Wat betekent het voorgaande nu voor Nederland? Ik had u immers nog wat concrete voorstellen en plannen beloofd. Even terug, ook voor de niet-juristen onder u, naar de huidige situaties. De huidige situatie, enkelvoud. Die is ten aanzien van wetgeving dat rechters bij hun toepassing de grondwet en ook de wet interpreteren. En ze doen dat veelvuldig. En ze doen eigenlijk niet anders. En dragen daarmee bij aan de kwaliteit en voortdurende actualisering en verfijning en toepasselijkheid van die regels. Zonder rechtelijke uitspraken zijn wetsteksten vaak ook niet goed toepasbaar op nieuwe gevallen. In de tweede plaats, rechters mogen parlementaire wetgeving niet toetsen aan de grondwet. Dus bij strijd tussen een wet en de grondwet, waarbij de rechter die strijdigheid niet kan weginterpreteren in die wet, zal de rechter de wet moeten toepassen. En datzelfde geldt voor toetsing aan algemene en fundamentele rechtsbeginselen, zoals het proportionaliteitsbeginsel, beginsel van evenredigheid of het rechtszekerheidsbeginsel. En wel mag die rechter weer wetgeving toetsen aan verdragen, veelal mensenrechtenverdragen en ook het Europees Unierecht. En dat laatste, die toetsing aan verdragen, gebeurt regelmatig. Maar het daarna niet toepassen van een wet, heb ik u gezegd, is betrekkelijk weinig toegepast. Zoals box 3 uitspraak van Kerst. Maar door die afwezigheid van toetsing aan grondwet en algemene fundamentele rechtsbeginselen mist de rechter een belangrijk handvat om de kwaliteit en rechtsstatelijkheid van wetten te blijven beoordelen en daar consequenties aan te verbinden. Die afwezigheid, zoals ik u al zei, vroeger door de grondwet aangeduid als onschendbaarheid van de wet, zet de toon, wordt ook in colleges vaak benadrukt en die toon heeft mede bepaald wat de rechter als zijn polsstok zag in de kinderopvangtoeslagzaken. Verdragen en EU-recht boden in die zaken ook al geen soelaas. Maar wel had een erkenning van de mogelijkheid van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel daar zeer bij kunnen helpen. En daarboven is het in die zaken van de kinderopvangtoeslag ook wel wat merkwaardig en een merkwaardige anomalie dat als die zaak met soortgelijke regels zich zou hebben voorgedaan op een door het EU-recht bestreken terrein, zoals persoonsregistratie of mededingingsrecht of zelfs BTW, de rechter wel de beschikking heeft over het evenredigheidsbeginsel, namelijk als beginsel van EU-recht. Dus waarom wel op die terreinen en niet op terreinen van sociale zekerheid, zoals bij de kinderopvangtoeslag? Dus laten we eindelijk artikel 120 grondwet voor zover houdende het toetsingsverbod schrappen. Het regeerakkoord van Rutte 4 laat daar nog niet heel veel enthousiasme over zien. Maar ik weet dat het ministerie van BZK er wel mee aan de slag is. Dus dat wachten we af. En dat gold ook al voor Rutte 3, weinig enthousiasme. Maar geef de rechter de ruimte om ook formele wetten te beoordelen, niet alleen aan de hand van verdragen en EU-recht, maar ook aan de hand van de grondwet en fundamentele rechtsbeginselen. Daar hebben we geen nieuw constitutioneel hof mee nodig, want die taak sluit prachtig aan bij wat de rechterlijke macht ten aanzien van wetgeving en grondwetsinterpretatie en anderszins al doet. En wat de rechter doet ten aanzien van toetsing van wetten aan verdragen en EU-recht. En bovendien, beoordeling van dit soort kwesties is denk ik ook gebaat bij rechtspraak in meerdere instanties. Maar ja, de vraag is of er ooit zoiets gaat komen. De regering heeft al zoveel plannen op het vuur staan en wordt met zoveel nieuwe problemen geconfronteerd. En de resterende zittingstermijn is ook nog maar kort, dus nog maar minder dan 3 jaar over. En bovendien vereist grondwetswijziging een 2/3 meerderheid, die ook niet eenvoudig te behalen zal zijn. Want er zijn zelfs regeringsfracties die niet echt warm lopen voor zo'n wijziging. Vandaar mijn tweede voorstel, gericht aan de Tweede Kamer en de rechterlijke macht. Een wat ongebruikelijk voorstel. En in de context wil ik dat plaatsen van en als uitvloeisel van alle zelfreflecties na de kinderopvangtoeslagaffaire en de roep om een nieuwe bestuurscultuur. En de eerste is aan de Tweede Kamer. En de oproep is, Tweede Kamer,
Laat weten aan de rechterlijke macht dat je eigenlijk wel in kennis gesteld wil worden als er bijvoorbeeld in hoogste instantie door een rechter wordt uitgesproken dat wetgeving in strijd is met de grondwet of met in strijd met algemene fundamentele rechtsbeginselen of anderszins niet kan worden opgelost vanwege de rechtsvormende taak van de rechter. Zend dat die uitspraak naar de Tweede Kamer en laat vraag als Tweede Kamer om dat soort oordelen te laten weten. In feite is dat een toepassing van een uitspraak van de Hoge Raad van 1989 in het harmonisatiewetarrest, waarbij de Hoge Raad eigenlijk zoiets al deed. En in een obiter dictum over die harmonisatiewet zei dat die in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel. Dat leidde niet dat die wet buiten toepassing werd verklaard, want toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel was immers niet toegestaan, maar leidde er wel toe dat het parlement zich over de bol krabbelde en zei, dit kunnen we toch eigenlijk niet laten gebeuren, en dat die wet betrekkelijk snel daarna werd aangepast. Maar doe daar een wat genereuzere oproep over. En Tweede Kamer, stel bijvoorbeeld een commissie in, of machtig uitdrukkelijk de Commissie voor Binnenlandse Zaken in, om dat soort kwesties in te zamelen en dan voorstellen te doen om de materie zo snel als mogelijk te verhelpen. Kortom, laat het niet nog een keer gebeuren dat we, zoals ten aanzien van box 3, uitspraken hebben van de Hoge Raad die zeggen dat die regeling eigenlijk in strijd is met verdragen en dat er dan vervolgens jarenlang niets gebeurt. Je kunt het op diverse manieren dan regelen. Je kunt het reglement van orde aanpassen of je neemt als Kamer een verklaring aan die dat als inhoud heeft. Of je neemt een interpretatieve wet aan die ten aanzien van artikel 120 grondwet dat uitlegt en de rechterlijke macht daartoe oproept. Of je wijzigt of vult de wet algemene bepalingen op dat vlak aan. En rechterlijke macht werpt de schroom verder van u af. Probeer te voorkomen dat de zaken zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Interpreteer en vul lacunes en herstel kennelijke misslagen en bezie wetgeving op het brede scala van grondwet, verdragen, EU-recht en algemene rechtsbeginselen. En schrijf maar op wanneer een beoordeling afstuit op artikel 120 grondwet en zorg dat wetgever en regering daarvan op de hoogte worden gesteld. En we moeten denk ik als juridische opleidingen, maar dat hoef ik gelukkig niet meer te doen, ook wat kritischer kijken naar die voor onze democratie en rechtsstaat en ons parlementair stelsel cruciale rol in dat soort zaken. En werk maken van de zo vaak bepleite dialoog tussen staatsmachten. En dat onderwerp over rechter in een representatieve democratie is door de leden van wat nu nog mijn sectie staatsrecht hier is, de afgelopen maanden ingewerkt en ingebracht in een Horizon onderzoeksvoorstel over uitdagingen voor westerse democratieën dat binnenkort gaat worden ingediend bij de Europese Commissie. Dus ik heb er alle vertrouwen in, jullie hebben daar prachtig werk aan gedaan. En u ziet, dames en heren, onderzoek gaat verder en nieuwe getalenteerde jonge mensen nemen het stokje over. Dames en heren, de tijd is inderdaad onverbiddelijk. En de klok geeft aan, want de 5 is al lang in de klok, dat ik moet gaan afronden. Dat ga ik ook doen. Maar ik wil een paar mensen noemen en bedanken die me hebben vergezeld tijdens mijn persoonlijk en academisch leven. Ik ben, zoals ik vanmiddag ook al zei, begonnen bij het ENSM en de vakgroep staatsrechtelijke vakken in Leiden. Daar kwam ik in een ontzettend inspirerende club. Onder andere met Theo Bellekom, Kees Flinterman, Jenny Goldsmith en Jit Peters. Gelukkig allemaal hier. Met Reiner de Winter, ook gelukkig hier, zette ik de eerste schreden op het publicatiepad. En met hem en Willem Witteveen, helaas overleden, maakten we 3 staatkundige jaarboeken. Helaas hebben we dat ook niet meer voortgezet, want het was wel een prachtig initiatief. En Reiner, we hebben nog wel steeds die stichting met opbrengsten van die jaarboeken, daar moeten we ook nog eens wat mee. En daarna schreven Tom Zwart en ik 2 artikelen over de grondwet van 1983. Dat heette De Facelift van een Oude Dame. En vanmiddag werd al gezegd dat ik die titel zou hebben bedacht. Dat is niet waar. Dat is ontleend aan Polak, die dat destijds al voor grondwetswijziging had gebruikt. En daar hebben wij met bronvermelding gekopieerd. En Jeroen Schokkenbroek en ik, helaas vanwege corona niet aanwezig, althans ik heb hem niet gezien, maakten we een repertorium van rechtspraak in zaken verdragen. Het was een monnikenwerk. En tegenwoordig geheel overbodig door de techniek en de technologie. Zouden we nooit meer hoeven doen. Maar het was wel gezellig. Met plezier werkte ik verder aan vele drukken van het Compendium Staatsrecht, nu Staatsrecht geheten, van T. Koopmans. En over een week komt de 14e druk uit. 50 jaren na de eerste.
En kunt u nagaan, ik heb uit de tweede druk gestudeerd. En aanvankelijk met Philip Kiefer, die in de VS zit, en de laatste drie drukken alleen schreef ik Constitutions Compared. Net als staatsrecht wordt ook dat bij iedere druk dikker en hebben we inmiddels de zesde druk. In 1987 daalden we met ons gezin af, zo vonden we dat toen, naar wat toen de RL heette, de Rijksuniversiteit Limburg. En gelukkig kwam ik daar Kees en Reiner weer tegen. Daar maakte ik de groei en toen ook even de krimp van de faculteit mee en was ik deel van de dynamiek van een jeugdige faculteit. Na een poosje vice-decaan bij Job Cohen gingen we aan de slag en ontwikkelden initiatieven die leidden tot projecten als de Maastricht Journal en Joes Commune. En vooral met Bruno de Witte en Harm-Jan de Kluiver starten we met de ontwikkeling van de European Law School, de English Language Track. En Harm-Jan en ik hebben ons toen verlaagd om ons te laten fotograferen. Harm-Jan, hier wil je vast niet aan herinnerd worden. Met de tekst European Law School over ons heen geprojecteerd. Een soort juichkeep voordat het juichkeep was uitgevonden. Hè? Maar wij hadden het niet bedacht, maar wij deden er wel aan mee. En wij traden op voorlichtingsdagen op, wel succesvol trouwens, op de zolder van de Nieuwhof. En lichten studenten voor waarom die opleiding eigenlijk een hele moeilijke opleiding was en ze vooral niet moesten komen. En dus kwamen ze in grote getalen. En na enkele jaren gingen we verder op het ingeslagen pad en wilden we toch ons aanvankelijk streven van geïnspireerd op de American Law School realiseren met de European Law School, de Engelstalige Europese juridische opleiding. Daar hadden we twee vliegen in één klap, of eigenlijk drie. Maar ja, Joop de Nijl had altijd twee dingen goed begrepen. De eerste vlieg was dat we daarmee de eerste zouden zijn. En dat we het zelf als uniek Maastrichts project zouden kunnen neerzetten. Maar een andere reden was dat we daarmee meer studenten, maar vooral ook goed gemotiveerde studenten uit het buitenland konden aantrekken. Die voor een rechtenopleiding naar Maastricht zouden komen en daartoe dus zeer gemotiveerd waren om die grote stap te zetten. En dat we daarmee een grote buitenlandse markt, ja, zo heette dat toen, van studenten en staf en ook onderzoek gingen aanboren. En ik denk dat de vruchten daarvan nog steeds zichtbaar zijn in grote aantallen studenten en internationaal erkend en bekend onderzoek. En aantrekkelijkheid van de faculteit en goede plaatsen, en ook dat scheelt, in ieder geval als je met het college van bestuur onderhandelt over financiën, in de internationale rankings. Die verbouwing, want het was een verbouwing van wat de faculteit was en deed, ging niet zonder slag of stoot. En was ook wel lastig, omdat we tevens in een financieel diepje zaten. Maar dan komt het toch wel weer goed uit om als decaan een plan te hebben om niet alleen onder het motto we zitten in een dip, maar we kunnen er ook op deze manier uitkomen. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Sommigen waren er iets meer voor te porren dan anderen. Dat was wel eens lastig, maar met de hulp van velen, en ik wil hier Anselm Kamperman-Sanders noemen, die zeer geholpen heeft bij het optuigen en op gang brengen van de Engelstalige versie, gingen we destijds aan de slag. En het college van bestuur was daarin toen ook een stille steun en leermeester. En zo leerde ik veel van Jo Ritsen en zijn ontembare energie en analytische kracht en optimisme. En als ik zo terugkijk, ik ben een doener. Nieuwe opleiding, verbouwing van het gebouw, dus de fysieke verbouwing. Jurisprudentie, bestuursrecht, Frits en Ad van der Ham en Ed Benetreu. Weten jullie het nog? Jurisprudentie, bestuursrecht plus, ze bestaan nog steeds. En onze fantastische uitgever Hans Honders, ook helaas al overleden. En samen met Hans Honders ook European Human Rights Cases met Jacob van der Velde. En dat wordt nu voortgezet door Janneke Gerards. En ook EVRM Rechtspraak en Commentaar. En toen kwam Wicht Soetenhorst met Boom Basics, met Coyo Jansen en Ton Hartlief. En Selma Hoed kwam met 11 uitgevers en ook zij hielden mij weer aan het werk. Nee, Hetty, het is allemaal niet mijn schuld. Ik heb het gewoon aan het werk gehouden. En het organiseren en doen kwamen ook van pas toen Hetty en ik in 2013 naar China vertrokken, waar ik co-dean kon zijn aan de Chinese EU School of Law. Dat was een verrijkende ervaring. En voor zover zoiets in China en met Chinezen soepel kon gaan, een opbouwende klus. Mede ook dankzij de ondersteuning van de Hamburgse Universiteit, de rechtenfaculteit, als coördinator en bijzonder Hinrich Julius. En ook in mijn vrije tijd kwamen organiseren en doen van pas. Bij het runnen van een hockeyclub, de aanleg van twee nieuwe velden. En toen we net dachten dat we het gehad hadden, de opbouw van een nieuw clubhuis nadat een brand het oude had verwoest. En dat lukte vooral ook met vrienden en hockeymaatjes en medebestuurders, Meilert Gans en Dick Veul.
En de laatste 10 jaren terug weer in het onderwijs en onderzoek en vooral ook actief in het Montesquieu Instituut, waar zoveel hun waardevolle tijd in steken, zodat we met steeds minder geld steeds meer deden en doen en produceren. In tijden van democratic decline of democratic backsliding, of hoe we dat ook noemen, een belangrijke activiteit en organisatie. Met een nieuwsbrief, de Hofvijver, blogs op de site, policy papers, de Montesquieu-reeks. De laatste is net uit over de kabinetsformatie. Schaft het aan. En in dat verband wil ik noemen Nicola Kramer, vorig jaar ook overleden, en vooral ook Lisbeth Wijs en Jan Schinkelshoek. En als laatste project werkten we de afgelopen jaren met Erlangga University in Surabaya en 5 andere Indonesische partners aan een NUFIC OKP-project, Orange Knowledge Project, over juridisch onderwijs. Dank Sascha Hart, Rosa Ristawatti en Radjan Salman. We hebben veel meer gedaan dan beloofd en een geweldige slag geslagen dankzij corona deels met sites, een app, trainingen, een edited volume, conferenties en ook een electronic mood court, een mood court achter de computer, short guides en wekelijks Zoom overleggen. Na mijn terugkeer uit China kwam ik weer terug in de sectie staatsrecht. Ik dank al mijn promotie met Annemiek Derks de eerste en Sophie Wolf de laatste. En ook veel dank aan mijn staf. Ik heb de samenwerking met jullie zeer gewaardeerd en hoog geschat, omdat die open was en collegiaal. En vooral ook natuurlijk, maar dat is een beetje een egocentrische reden, dat jullie mij nooit de indruk gaven dat ik al oud was. Ten slotte was en is er voor mij altijd als stabiele factor Hetty. Voor jullie misschien op de achtergrond, nou ja, je zit nu wel vooraan. Maar voor mij altijd aanwezig, zelfs toen we naar China gingen en zij net op de been was na een operatie. Hetty is bij mij langer dan mijn werk. Ik mag dan misschien ophouden met werken en werk opgeven, haar geef ik nog lang niet op. Dankzij en met haar hebben we 3 dochters om trots op te zijn. Gelukkig zijn ze alle 3 hier. Noor, Meike en Frauke. En 3 partners, Carlos, Daan en Brinal. En helaas kon Brinal hier niet zijn, want zij wonen in Hongkong en de coronabeperkingen zijn dusdanig dat dan maar de vraag is of je nog terug kunt. Maar zij zijn een verrijking en steun en ook hebben we dankzij Meike en Daan nog eens 2 lieve kleinkinderen. Nee, die vonden het te lang of ze zijn ingedut daarboven. Ze zijn allen vertegenwoordigd op de door Hetty gemaakte kaft van de Engelse uitgebreide versie van mijn reden die u straks bij het verlaten van de zaal uitgereikt krijgt. Er is mij veel gevraagd, wat ga je nu doen? Vind je het erg om met pensioen te gaan en soortgelijke vragen? Nee, stel die niet meer, ik geef nu antwoord, maak je niet bezorgd. Ik verveel mij niet zo snel, er staat van alles te wachten. Oppassen op de kleinkinderen, koken, hardlopen, hockeytraining geven, fietsen, musea bezoeken. En er is veel in te halen op dat punt. Boeken lezen en nog allerlei klusjes hier en daar. Ik blijf jullie volgen, ga met de boter op uit en nog veel meer zaken die ik nog niet eens heb verzonnen. Ik wens jullie het allerbeste en vooral blijf gezond. Ik dank jullie voor jullie komst en aandacht. Ik dank de organisatoren voor het mooie seminar vanmiddag. En ik dank jullie vooral ook voor jullie gezelschap de afgelopen jaren. Ik heb gezegd. Zeer veel dank voor deze prachtige reden. Dankjewel, Oud-Willem. Beste Oud-Willem, ik zei al dat jouw vertrek geen reden is voor feest. Ik hoop uiteraard dat je de reis van Leiden naar Maastricht toch ook na je emeritaat nog geregeld zult maken. Ook zonder kamer of 2 kamers in de faculteit. Maar je zult hier minder zijn dan de afgelopen 35 jaar het geval is geweest. Dat maakt ons allemaal hier binnen de faculteit wat weemoedig en zelfs verdrietig. Toch vieren we vandaag ook iets. En dat zei ik al, dat is jouw grote bijdrage aan onze facultaire en universitaire gemeenschap. In alle rollen die daarbij horen, als docent, als onderzoeker, als inspirator voor anderen en ook als bestuurder. En ik ga straks het woord geven aan een aantal sprekers, maar als decaan wil ik ook uiteraard
zelf graag iets zeggen. En ik heb daartoe een tweetal ondersteunende documenten meegebracht. In de eerste plaats een vel met stellingen. Dat je ongetwijfeld herkent, want het zijn de stellingen bij jouw eigen proefschrift. Dat je 33 jaar geleden verdedigde. Daarnaast heb ik een ander document bij mij dat je misschien dan wel herkent. En daar kom ik zo nog heel graag op terug. Je kwam, en dat zei je zelf al, je hebt al prachtig je eigen academische loopbaan geschetst. Je kwam in 1987 naar Maastricht en deze faculteit was toen jong, om niet te zeggen piepjong. Pas 5 jaar eerder waren de eerste studenten hier in Maastricht begonnen in onze faculteit. En je had toen de fundamenten van je carrière zelf al gelegd en veel meer ook dan dat. Na je studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, 1973-1978, was je inderdaad bijna 10 jaar wetenschappelijk medewerker bij die Leidse bekende, beruchte, beroemde Leidse vakgroep staatsrechtelijke vakken. Dat zei je zelf al, het was een broeinest van talent. En ook het centrum van waaruit jij als redacteur, later als hoofdredacteur van het NSCM-bulletin, je vleugels uitspreidde. Dat was, en ik herinner mij dat zelf ook, in Leiden op, wat denk ik in Leiden heette, Hugo 27. Hugo 27. Ik herinner mijzelf daarvan de, hoe zal ik het zeggen, haast de geur van wetenschappelijkheid die uit dat gebouw oprees. Op alle mogelijke manieren, dames en heren. En jij noemde ook al alle inspirerende collega's die jij daar aantrof op die plek op Hugo 27. Uiteraard ook met je latere promotores, Kees Flinterman, ook hier aanwezig, en Evert Alkema. En ik neem aan, Alt-Willem, dat het binnen de redactie van dat NJCM-bulletin toen ook al allemaal double-blind peer review was, dat jullie toepasten bij de selectie van de te publiceren artikelen. Dan solliciteerde je eind 1986 op een plek als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Limburg. En toch dan nog heel even, dit is je sollicitatiebrief. 1 december 1986 schreef je. En ik heb die sollicitatiebrief uiteraard geheel AVG-proef weten te verkrijgen. Met een keurige eerste zin. En er staat, ja, ik heb een beetje moeten transcriberen, want het was eigenlijk een onleesbaar handschrift. Daar staat, graag maak ik van de gelegenheid gebruik u in kennis te stellen van mijn belangstelling voor de vakerende functie van UAD in het recht. In het bijzonder het staats- en administratief recht. En heel veel staat er verder eigenlijk niet in, AW. Misschien op één belangrijk punt na. In die brief wijs je erop hoe belangrijk het is om jonge docenten mee te nemen in hun ontwikkelingsgang, hen te begeleiden en samen onderzoek te doen. Dat lijkt vanzelfsprekend, dat is het nu ook, maar toen was dat denk ik zeker niet zo. En je bent het grote belang daarvan blijven benadrukken in de 35 jaar die volgden. Daar kom ik zo nog heel even naar de klok letten, maar daar kom ik zo nog heel even op terug. Je werd aangesteld eerst als universitair hoofddocent. Interessant voor misschien ook de jonge, ik kijk nu de verkeerde kant op, de jonge aanwezigen hier in de zaal, dat je werd aangesteld op 1 september 1987. Je Leidse proefschrift verdedigde je op 20 april 1989. Dat is 1,5 jaar daarna. En je kan zeggen, dat zou nu niet meer kunnen, wat ook waar is. Je kan ook zeggen, goed onderhandeld, wat weet ik niet, misschien ook waar is. In 1995 werd je benoemd tot hoogleraar. 2003-2011 was je decaan. 8 jaar, niemand die dat langer was dan jij in onze faculteit. En daarna 2013 tot en met 2017 voorzitter van de capaciteitsgroep publiekrecht.
En wat ik nu zeg, heb je eigenlijk zelf al gezegd. Je hebt in die 35 jaar een groot stempel gedrukt op de faculteit. En ik wil graag drie dingen noemen waarin je wat mij betreft excelleerde. Ik laat dan heel veel buiten beschouwing. Ik laat buiten beschouwing de boeken die je schreef, die je nog steeds schrijft. Al het onderwijs dat je gaf aan vele generaties studenten. En ik verwijs ook niet naar AW als uitvinder van nieuwe woorden. Waarvan we volgens mij, verrast. Recent wellicht een voorbeeld zagen, namelijk het woord coronacratie. Dat in elk geval voorkomt in de titel van een door jou gepubliceerd boek. Ik heb nog niet de nieuwe druk van de Vandalen gezien, die wel uit is geloof ik. Misschien staat het daar wel in. Ik besteed daar geen aandacht aan. Wel aan drie andere aspecten. In de eerste plaats AW de Bouwer. AW de Bouwer. AW de Inspirator en AW de Ummer. Eerst AW de Bouwer. Misschien is dat hetzelfde als AW de Doener, waar je net zelf naar verwees. Want je hebt je hele academische leven heb je zaken van de grond gekregen. Vandaar ook dat bestuurlijke rollen je liggen. Daar verwees je ook zelf van naar. Je was de grote initiator van de oprichting van drie nieuwe opleidingen binnen de faculteit. Het Magister Juris Communis programma in 1991. Toen uniek, denk ik, in de wereld. En ook een broedplek voor talent dat na afstuderen ook vaak bleef werken aan de faculteit. Ik zie daar voorbeelden van aan deze kant van deze... Moet ik even rondkijken. Aan deze kant van deze zaal. In de jaren na 1995 stampte je met anderen uiteraard samen. Maar toch, jij was de initiator, samen met Harm-Jan, de European Law School Bachelor uit de grond. Ook een uniek programma. In 2006 werd dat omgevormd tot een volledig Engelstalig programma. En dat waren voor de faculteit zeer belangrijke operaties. Die hebben geleid tot de faculteit die we nu zijn. Met een sterk internationaal en nationaal profiel en met een natuurlijke mix van Engelstalige en Nederlandstalige staf en studenten. Wat nu natuurlijk lijkt, was dat, daar verwees je ook zelf al naar, 20 jaar geleden helemaal niet. Je hebt deze koers van de faculteit moeten bevechten, vaak tegen de klippen op. Ik durf zonder meer de stelling aan dat zonder die agenda en zonder jouw inspanningen daarvoor deze faculteit er in de huidige vorm niet meer geweest zou zijn. En de faculteit en de universiteit zijn je daarvoor zeer veel dank verschuldigd. Dat bouwen ben je blijven doen. En ik noem je inspanningen, noemde je zelf ook al, China European School of Law, waar je ook decaan was. En je betrokkenheid bij herziening van curricula in Indonesië. Directeurschap Montesquieu Instituut en er is nog veel meer. Dan is er een tweede aspect. Naast AW de Bouwer is er AW de Inspirator. En je verwees in je sollicitatiebrief al daar het belang van het op sleeptouw nemen van anderen. Dat ben je in hoge mate blijven doen. Kansen en ruimte geven aan anderen. Vertrouwen geven. Dat is jouw leiderschapsstijl. Misschien na het horen van je reden heb je nog meer vertrouwen in rechters dan in mensen. Dat weet ik niet. Maar in elk geval heb je dat vertrouwen gegeven in alle rollen die je hebt gehad hier als promotor, als decaan, als kapgroepvoorzitter, kortweg als hoogleraar. Je gelooft in het vermogen van anderen om zichzelf te leiden. En Alt-Willem, eigenlijk, ik zag dat, het was toeval, maar ik zag dat terugkomen heel recent op de achterzijde van de boeken, van het Montesquieu Instituut. Daar staat uiteraard een citaat van Montesquieu. En daar staat... Ik citeer, in een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. In een andere context bedoeld, maar toch, volgens mij heet dat tegenwoordig, in mijn context, persoonlijk leiderschap. En daar heb je heel veel ruimte voor gegeven aan de mensen om je heen. Vraag blijft wel, Alt-Willem, wat nou als iemand die vrije wil niet heeft? Althans, niet volgens jou. Dan help je uiteindelijk. Uiteindelijk geloof je volgens mij in het aloude ideaal van verheffing van iedereen in je academische omgeving. Ook als dingen voor zichzelf spreken trouwens. Je bent altijd bereid om het nog eens uit te leggen. En daar verwijs ik dan toch nog even naar stellingen. Stelling 12 bij je proefschrift. Als dit een promotie zou zijn,
dan zou ik je vragen om die stelling nog even uit het hoofd te reciteren. Oud Willem, stelling 12. Nee. Dat ook open deuren behoren te worden ingetrapt, is reeds hierom nodig dat niet ieder waarneemt dat de deur al open was. Ik moest er even over nadenken. Jij zelf ook, zie ik nu. Volgens mij past dat heel mooi bij het ideaal van verheffing, waar ik het zojuist even over had. Je hebt heel veel jong talent kansen gegeven. In totaal heb je 18 promotie, velen hier vandaag aanwezig. En veel mensen hier hebben van jou geleerd over de manier waarop je dingen doet. Altijd kalm en nuchter. Ook wanneer je boos was, dat leek je niet heel vaak te zijn, hoewel ik het wel eens heb meegemaakt. Misschien was je wel boos, maar bleek dat niet zo. Maar ook dan bleef je kalm en nuchter. Ik denk dat door sommigen die kalmheid en nuchterheid wel eens is aangezien voor starheid. Ten onrechte. Je wist wat je wilde, daar is geen twijfel aan. Maar altijd in het hogere belang van de faculteit en met het besef dat je er alleen maar in slaagde iets echt te bereiken door te luisteren, beslissingen te nemen en die uit te leggen, waartoe je, zoals gezegd, altijd bereid was, soms ook onder hele moeilijke omstandigheden. Zoals toen de faculteit tijdens jouw decanaat in financieel zwaar weer kwam te verkeren en jij een reorganisatie moest leiden. Dat was een moeilijke tijd, waarin je de blaren op je tong hebt gepraat om de faculteit er doorheen te krijgen. Maar kortom, op het tweede aspect, altijd met een open deur, bereid tot discussie voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Ik zag het interview met jou het staat prachtig op de hoofdpagina van de website van de Universiteit Maastricht. Lees het, als u het nog niet las. De titel is Hoffelijk met een sterke constitutie. Hoffelijk met een sterke constitutie. Dat verwijst naar veel, maar vooral ook naar jou. Ten slotte, ik ga ook afronden. Ten slotte het derde aspect. AW de Ummer. De Ummer. Misschien voor onze gasten van buiten. Ummer is geen Maastrichts voor emmer. Maar het is iemand die zich niet alleen sterk maakt voor de eigen vakgroep, kapgroep of faculteit, maar ook voor de Universiteit Maastricht als geheel. En AW, dat deed jij onbaatzuchtig in sterke mate als ambassadeur van deze universiteit. Als decaan en later onder meer ook als lid van de commissie bestedingen van het Universiteitsfonds Limburg, SWOL, en als voorzitter van het College van Beroep voor de examens. Rollen waarin je creativiteit, altijd op zoek naar redelijke oplossingen, uitstekend kwijt kon. Nou, tot zover deze drie aspecten. Je voelt je er al gemakkelijk bij, dat begrijp ik. Tot zover deze drie aspecten van je loopbaan en je persoonlijkheid. Namens de universiteit en namens de faculteit der rechtsgeleerdheid zeg ik je heel veel dank voor alles wat je hebt gedaan in die 35 jaar, voor de ontwikkeling van beide. Ik ben niet de enige die je vandaag toespreekt. Ik geef nu heel graag het woord aan een volgende spreker, want uiteraard spreekt vandaag ook tot je de voorzitter van de capaciteitsgroep waar je lang deel van hebt uitgemaakt, namelijk de capaciteitsgroep publiekrecht. En ik geef heel graag het woord aan professor Van der Meij. Beste AW, ik heb het voorrecht je kort te mogen toespreken, je te bedanken. Namens inderdaad die kapgroep waar je bijna je hele academische leven lidman bent van geweest, publiekrecht. Sinds het eind van de jaren 80, 87, heb je talloze dingen gedaan die bepalend zijn geweest voor, en dat veelal nog zijn, voor het functioneren van de faculteit en de kapgroep. De Master Journal, de Jus Commune Book Series, Metro, het MIC-programma, de European Law School, de China EU Law School, het Montesquieu Instituut, de invoering van het Engelstalige onderwijs hier, het MT,
schijnt ook uit je hoed te komen. De specialisatie staats- en bestuursrecht binnen de master Nederlands recht. De blogs, de facultaire blogs, die er zonder jou wellicht ook niet zouden zijn geweest. En tal van nieuwe vakken, waaronder het meest recente blok overheid in opdracht. De lijst van dingen waar je naam achter staat, onlosmakelijk mee is verbonden, is waarschijnlijk nog veel langer. Ik heb zelfs begrepen dat SAP, dat je daar nog achter zat. Je bent zelf nogal bescheiden over die dingen. En ook als ik het facultationaal van deze week lees, dat interview waar Jan al naar verwees. En daarin zeg je over je eigen rol in het succes van deze faculteit. Ik was er toevallig bij betrokken. Veel mensen hebben heel hard gewerkt om ons te brengen waar we nu zijn. Dat, beste AW, is toch wel een beetje valse bescheidenheid. Natuurlijk hebben meer mensen bijgedragen, maar dat jij toevallig was betrokken bij het facultaire succes is gewoon onzin. Onjuist. Je was juist een drijvende kracht, een motor. En tal van nieuwe zaken, succesvolle veranderingen komen uit jouw hoed, uit jouw creatieve, visionaire brein. Dat je zo'n brein hebt, blijkt ook uit je onderzoek, uit je publicatielijst. Jij en ik werken op andere rechtsgebieden en ik heb me, vergeef me, in de afgelopen jaren niet altijd in detail bijgehouden wat je zoal publiceerde. Begin deze week heb ik dat toch maar eens gedaan. En dan valt op dat die publicatielijst niet alleen erg lang is, ik meen dik in de 300 publicaties, maar dat die ook erg divers is. Tal van onderwerpen hebben kennelijk je interesse. Je weet van heel veel dingen heel veel. En je hebt over heel veel dingen ook een mening. Beste AW, je oogt altijd zo rustig. Je praat zo rustig veelal. Maar volgens mij daarboven in dat brein van je lijkt het soms wat onrustig te zijn. Dan moeten wel haast tal van gedachtespinsels, ideeën broeien. En van tijd tot tijd, op een bepaald moment, op een bepaalde manier, moeten die er gewoon uit. En van dat creatieve, iwat onrustige brein hebben wij als faculteit en kapgroep enorm geprofiteerd. De faculteit en de kapgroep zouden gewoon niet zijn waar ze nu zijn zonder jou. We zijn je gewoon dankbaar. We willen die dankbaarheid graag tot uiting brengen. En alvorens dat te doen, ga ik iets herhalen wat Jan eigenlijk net ook al zei. Je nog één extra compliment geven en dat is dat je het ook kunt delegeren. Je hebt heel veel vertrouwen gesteld in anderen, veelal ook jongere collega's. En veel van hen heb je mogelijkheden geboden om zich te ontwikkelen op onderwijs, onderzoeksterrein en ook met managementtaken. Ik zal niet al die mensen noemen, maar twee van hen die zeker van jouw steun hebben geprofiteerd, die zijn hier om onze collectieve dank tot uiting te brengen. Toe, Sascha, mag ik jullie vragen het stokje over te nemen. Dank je wel, Anne-Pieter. Thank you very much, Professor Heringa. Thank you very much, Alt Willem. Working with you has been a tremendous pleasure and very, very rewarding. Because we always managed, perfected, I might say, the fine art of nudging, providing impulses, being a driving force behind both new, exciting projects and boring quotidian tasks just as well where necessary, while at the same time, providing room for growth, creativity, independence, as well as a reliable safety net in case of failure, and keeping your calm at all times. Next to your academic activities and achievements, which have already been mentioned so much today, this style of leadership is a profound achievement in its own right, and it will be dearly missed. Thank you, Sascha. I don't actually have all that much to add after all the speeches, except to say how much fun it was working with you. And I think even as PhDs, this was what it was. You always made us feel like we were working with you and never for you. And I think there was never a time where it wasn't fun. So thank you for that. But of course, we're not just up here to say thank you for being really
a really, really great boss and for working with us all these years. We also have a gift to present to you. It is a book called Law Matters, or Ave Matters, depending on how you would like to read it. And it has 50 contributions from different people that have worked with you in different functions and different times. And we hope that you enjoy it. And perhaps you even recognize the cover, because I think we had a very similar idea on who should design it. So thank you. Well, what is there for me to say? Well, thank you very much. I'm pleasantly very much surprised by this wonderful gift, Blogs and Essays in Honor of Myself, Law Matters. Some of you might know that in the law faculty there is a sign on a red wall which says Faculty of Law, and then some person once said to me, you have to stand there and stand in front of the L, and then it says Faculty of RA. Maybe I should do that once, yes. Well, thank you very much. I'm really, really surprised. I'm very happy. It's a very pleasant surprise. I'm totally overwhelmed, as I said this afternoon, with all the things that have been said about me and to me. So we used to have a saying in the law faculty with ceremonies like this, when there's a 5 in the clock, it's time for reception. It's already 5:15. So I hope you forgive me. I'd like to talk to you later during the reception, all of you, and thank you very much for all the honor bestowed upon me. But well, thank you very much. I'm really, really moved. We naderen het einde van deze ceremonie. En ik wil heel graag alle aanwezigen van harte bedanken voor hun komst. Indien u online meekijkt, stel ik voor dat u in situ toast op professor Heringa en Hetty. Alle aanwezigen hier in de aula worden van harte uitgenodigd voor de receptie die plaats zal vinden in de refter. En ik wil u graag vragen om bij het verlaten van de zaal het cortège der hoogleraren voor te laten gaan. En ik voeg eraan toe, het is niet per se nodig om in de rij te gaan staan tijdens de receptie. U mag ook een later moment uitkiezen om professor Heringa en zijn echtgenote te complimenteren. Dat mag later vanmiddag of ook vanavond. En hiermee sluit ik deze academische plechtigheid.